alles voor. Te gek dat we hier zijn. En we beginnen natuurlijk, doordat Force Radio zijn aangekondigd. We moeten goed ons best doen. En is morgen van een 8B. Dus we doen extra goed ons best vandaag. Dat wil ik perfect hier, ja? En we beginnen met dat liedje wat we alleen hier kunnen zingen. Hoe we hel op geoefend hebben. Wie veulen we ons weer om hier terug te mogen komen? Dat kind maar op één manier. En ik weet zeker dat chirurgie me zijn ook zo veulen. En dat is... Godzijdank, hè, dat je snapt. Ja, nou. Kijk goed, hè. Ja. Glory, glory, hallelujah. Het is niet waar, glory, glory. Halleluja. Hier, we zijn is het allemaal zo. Once more, come on. Glory, glory, halleluja. En ook hier alleen, yeah. Glory, glory, halleluja. En glory, glory, halleluja. Hier, we zijn is het allemaal zo. Schitterend, ja. En het heilig wapen geven een rondje een cadeau. Nou, ik ben Piet Boonstra, 58 en een half jaar. Ja, nog twee jaar en zoveel maanden, dan heb ik recht om in de vut te gaan. Of gedoe is het anders. Ik stond 40 jaar binnen op de planken. 23 jaar met Peter samen. En dat bevult ik het beste. Dat is heerlijk om te doen. En we hebben er nog maar spas in en we brengen spas. Vader van twee kinderen. En opa van een klein kindje. Groeitje opa, moet ik zeggen. En wat is zijn dagelijks leven? Ja, dat komt er ook nog bij. Ik ben dus directeur van een basisschool, zoals wie dat heet. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ik ben Peter Vellinga. Geboren in 1951, dus 47 jaar. En ik woon 300 meter hier vandaan, op de Weijenbergstraat. Ik ben werkzaam bij een IT-bedrijf. En wat is die eigenlijke vak? Mijn eigenlijke vak, ik ben opgeleid in de administratie. Dus ook het schoolige gebeuren worden meer administratief. Maar ja, daarin heb ik ook bepaalde werkzaamheden al verricht. Maar dat ligt alweer achter me. Dus ik heb een nieuwe weg ingeslagen. Wie is het duo uitgeslopen, uit gebroken ontstaan? Dat is ontstangen vanuit de behoefte eigenlijk om destijds wie gebroken nog zelfstandig wordt en wie de gemeenteraad nogal actief wordt en ons alle kansen bood met allerlei zaken die daar speelden om een soort cabaret te maken. En ik word buurtredner binnen geweest, ceremoniemeester binnen geweest op dat gebied en ik heb toen Peter gelukkig gevonden. Dat bereid waarom samen met mij dat cabaret te gaan invullen. Die kwam ze zomaar tegen? Ja, eigenlijk op zoek vanuit dat gezichtspunt. En ik heb hem op de altaar ontdekt. Niet dat hij toen aan het studeren was voor priester, dat niet. Maar hij zo toen bij een huwelijksmis te spelen. En het oog veel op hem. En eigenlijk, hij wordt nog wat serieus daarmee bezig. Juist wie zijn rol nu serieus speelt, maar dan toch op een andere manier uiteraard. Ik word al bezig met de muziek en voornamelijk in een jongere koor. En op een gegeven moment kwam Piet naar me toe, dat was in een café, bij Genaan. En dan vroeg ik me of ik daar interesse in hou. Nou, daar heb ik een dag van wat te denken. Dat heb ik toegezegd, dat leek me wel leuk. Ja. De ganse dag? En de ganse dag, ja, daar moesten ze echt goed over denken, want dan moesten ze niet aan het beginnen wat ze niet leuk zou vinden. We waren toen eigenlijk van plan om dat in gebroken te doen en dat hadden we dus gedaan. Maar ja, dan kiezen ze toch, kent ze dat bij ons niet, kent ze dat bij ons niet. En het jaar daarna zijn we al naar Hasselt moeten gaan en toen kregen we de orde van de humor zonder grenzen. Om dat voor op dit gebied veel te bijhouden en daar hebben we ook opgetreden en daar zijn we als ik niet leeg, 12 keer achterrij hebben we er opgetreden, dus ook met de politiek van Hasselt erdoor te struipen. En de eerste keer is een ganse bus metgegangen
met de burgemeester Kersen Zieliger en Jo Bus en nog het notabele en het ganse CCA. We hadden een ganse bus vol supporters toen. De bus ligt niet nog op de maag. Ja, ik heb fush gehad. Nou, we gaan allereerst naar Mazeik, naar het heilig Wammes. Daar mogen vooral jaren komen, dat is heel leuk. Dan gaan we naar Eelse, dat is een jubileumzitting van de saaieleren in het Maaslandcentrum. En dan gaan we naar het kleinste café wat gebroken heeft bij Koba en Ver. Dus ja, dat is het programma voor vanavond. En we freuen ons echt, we hebben teksten ook gemaakt op de plaatsen waar we komen. En natuurlijk voor dat bij ons eigen programma. Maar wie weet ze nou wat actueel is, bijvoorbeeld in Mazeik, dat kan ze niet bijhouden? Nee, ik vroeg dan ook informatie op. Heel denk ik is dat mogelijk. Mensen zeggen, ja, er gebeurt zo weinig en wat moet voor doorspelen enzovoort. Maar wat ze doorspelen, ja, daar proberen we dan toch humor van te maken om ook de lui het gevoel te geven. We komen voor u. We komen niet alleen voor onszelf. We vinden dat leuk, dat optreden uiteraard, maar vooral ook voor komen voor u. We komen nu naar Mazeik en ja, dan proberen ze een poer door te trekken. Hè. Op een leuke manier. Een auto wordt de hoofdprijs door Bien van de Loterie. Mijn nemers won de hoofdprijs, dat goverkloeterie. Is het nou hoogstaande cultuur, of is het hobby, of is het professioneel, hoe moet ik het zeggen? Nou, we hebben het juist gezongen eigenlijk. Het is in de eerste plaats kloeterie. In de tweede plaats is het gezellig, denk ik. En in de derde plaats is het volkscultuur. Ik denk dat we samen met de lui spas maken. En dat betekent volkscultuur. Hoogdravend is het zeker niet. Waarom eigenlijk niet? Is dat bescheidenheid? Dat weet ik niet. Nee, maar dan denk ik dat je in een andere categorie terechtkomt. Daar hebben we andere artiesten voor echte profs. Ja. Ja. Dat zo is denk ik. Groot gezag. Nee, maar de discussie is toch dat ook van wie moest de weert van dit soort artiesten die eigenlijk het leuke aan de carnaval maken, wie moest dat inschatten? Ook de discussie van wie voor moesten die mensen betalen? Moet een gage omhoog, moet het omlieg? We hebben ook meegemaakt dat we van niks kregen en dat neven ons lappen wordt ooit betaald. Echte lappen. En dan zeg ik, ja, dat is onheel eerlijk. Snap je? Ja, honderden gulden? Zo. Ja, doen er nog maar 0 bij. Ja. Duizenden. Ja, echt hoor. Heb zich het geld nog binnen? Of ik het geld binnen heb? Ja. Nee, daar moet ik nog jaren over doorgaan. Nee, ik bedoel voor dit optreden. Ja, ze hebben me geld gegeven, maar kijk straks wel wat het is. Maar. Wie deur is het duur uitgeslopen? Nee, ze werden niet gegeven. Met de tand, niks ervan. Nou, gewoon onze normale prijs. Man. Wat voor u vooral vragen? Een paar honderd gulden. Een paar honderd gulden, ja. Ja. Voilà. Zie voorop. Helemaal klopt. Hey, succes, hè. Ja. Wat dat betreft is het hier helemaal bijzonder, want je zit meteen in stemming. En ik moet erbij zeggen, hier in Mazeik is ook van alles mogelijk. Door verandert hier en daar wel gaat. We hebben gezien de buim op de markt zit eraf gezegd. Ja, vorig jaar hebben we erover kunnen zingen. Nu is er niks meer te zingen, want er zijn er maar stoemelen van over. Hè? Ja, wat dat betreft zit het goed. Maar er is nog meer wat verandert natuurlijk ook. En door die namen hun verleden, dat weet ik. We verzingen. Op 28 december, op een Uzelkinger, kreeg Mazeik een nieuwe schepen van cultuur. Wiel Jansen wordt toen namelijk vervangen door Laurens Leurs. Dus een jong kuken komt in de plaats van een oud vuil. Oftewel, in plaats van ene zingen van carnavalsische liedjes, komen een zingen van rockliedjes. En van je hele hola, houd er moet maar in. Houd er moet maar in. Houd er moet maar in. En van je hele hola. Meloen, en we gaan het nog eens doen. Ze is nog te redden, man.
in de fruitwinkel, jongen, ja? Je moet gewoon afwachten wat er allemaal gaat gebeuren van tevoren. Dat is natuurlijk wel geen afgesproken. Er zit een lijn in het ganse verhaal, maar we kunnen er ook van afwijken. We kunnen 100% omdraaien. En de andere kant op gewoon in de zee verval wie voor aan het einde komen. Maar we komen er altijd. Ik heb gezegd dat neemt dat op, jongen, ja? Kleuterklaas, dat ze er steeds is. In godsnaam, ik zeg, een van de leden van de Rolf Verlf is schuld dat het kampioenschap niet doorging. En hoe hebben we het dan nu over? Nou, maar zeik hebben we gehad. Dat was de eerste zaal, daar zit het optreden erop. Nou, ik dacht wel dat het publiek meideed, Piet. Ja, te gek, hè. Je hebt het gemerkt. En wat ik straks zeg, dat je hebt gezegd. Dit gaat om in de band. Nou, met jullie heb ze van te vuren in de band, zou ik zeggen. Mm. Schitterend. Dit is linksop. Dit is het publiek echt, ja, zo is het echt in het wondje, hè. Zie worden te laat begonnen, overigens. Dat is zo, dus... Daarvoor zijn we iets wat aan de late kant. Loog niet aan het opdrijf zo, maar loog gewoon aan het opgaan. Maar ze houden pech met elektriciteit. Dat gaat ook wel eens mis toch, als het te laat komt of niet? Vertel ze. Dat gaat mis, ja. We hebben vorige week nog metgemaakt. Toen kwamen we 2 minuten te laat. 2 minuten, ik herhaal het. En toen hoefden we er niet meer op te draaien. Dat zijn echte vaste lovens, vrouw. Dat begreep ze wel. Waar waren die? Dat was in Limburg bij de Dool. En de halve de keer de vuur wie verdoor waren, hebben we zelf een half uur staan te wachten. En nu waren we 2 minuten te laat. Echt hele, dat is echt een vaste love sfeer. Moest ik een vuurbedank iets noemen. Maar dan lot je toch wel op uitbetalen of? Nee, dan werd niet uitbetaald. En daar maken we zelfs geen woord over vuur. Het is wel natuurlijk heel pijnlijk, heel rot. Vooral omdat ze het publiek niet geven hoe ze recht op hebben. En 2 minuten, dat maakt ze me niet wees dat te laat is. Wat was er werkelijk aan de hand, denk ze dan? Ik denk dat er avond verder groot was geweest en hebben zich die paar honderd gulden toch kunnen sparen. Maar die hoeven ons nooit meer te vragen. Wat is dat? Wat is het gebeurd? Hier is het gebeurd. Het bewijs was zonneklaar, want het sigarenbandje zoot niet gedraaid. En de mannen zijn weer echt manselijk. Mannen, het is te gek voor gebeurd. Een kind meer, wat eerst niet meer kost. En daarom hebben we daar natuurlijk ook een liedje op gemaakt. Om dat te gedenken, het wonder is geschied. Dankzij een pil, kind van weer een pil geven. Ja? Veel mannen die willen bestotten, nu pillen Viagra. Zo'n zwiltje de stukken, wat eerst niet wil lukken, Viagra. Zonder remmen dan door. En dan komt voor met z'n allen. Oh, 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 de
vrouw. Ja, had de vrouw Koppie dan weer de top van een vloer. Nou, een paracetamol en ze is nog zo weer bovenop. Lief, vaste dames terug. En we denken voor allemaal dat dat een nieuwe uitvinding is. Dat is gar niet zo. Dat besteedt al jaren. Dat besteedt, ja, we weten dat, omdat de man van Beppie Graf, Pierre, die gebruikt die al jaren. Kijk, Beppie kan nooit over zijn privéleven met het er wel over gezongen. Ja, en we hebben het niet begrepen. Beppie? Ja, Beppie is maar zo goed, maar dat weet wie het moet. Maak ik geen zorgen, echt hoor. Nee, nee. Werkelijk hoor. Beppie heeft er jaren over gezongen en vier snapten het niet. Wat zong Beppie maar? Och, wat heb ik geluk, mine vogel is terug. Zedelend, ja. Er zit weer met zijn stek, maakt mij hartstikke gehaald. Och, wat heb ik geluk, mine vogel is terug. Er zit weer met zijn stek, maakt mij hartstikke. Is het wel of niet? Ja, zeker. Ja. Volgende rim. Ik merk dat de tv er niet is. Hè. Hij wil per se zelf ook nog een liedje voor ik zingen, maar godzijdank komt het vrucht niet meer. Hè. Nou, het zien nog de morgen ook nog. Nou. Je werd niet los met het jaar, dat moet ik wel zeggen. Nou. Dank je de gang, mijn jongen, dat we prut hebben gaan stom voor het jaar. Achter een klein lokaal. En hè, Peter. Ik ben goed, hè? Maar ik ben pratsnaald. Onverwachte dingen gebeurden er weer, hè? Wow, wie vertiet het even nog? Niks, hè? Hoe laat moet je een hoensboek zien? Eigenlijk hadden we gezegd tussen 10:30 en 11:15, maar het is al 5:15, hè? Maar dat is 11, dus niet meer.
zo langzamerhand ben ik bang en zijn veraardig bezig met de vastelovend te overschreeuwen. Hè. Met hel alles. Ook de ene band naar de andere erin doe je. En dan hebben buurtredeners het nog zwaarder wie vier met ons enkel gitaartje. En dat is best jammer. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat het commercieel gemakkelijk is om covers te maken. En de vrangers gaat teksten, de vertaald gaat uit Duitsland en zo. En dan kent het door en gaan ze met komen. En doe overschreven ze het publiek, dus doe leg ze het publiek plat. En door met dat duurt niet bij vastelovend. We hebben vroeger even gescholen op de Hollische leedjes enzovoorts, dat wordt nog niks. Nou, we zijn aardig bezig om op dezelfde manier ook de ene Polonaise naar de andere door het publiek te laten gaan. Terwijl een zitzong, het woord zei het, is toch de bedoeling dat jullie de kans krijgen om gemütlich zich te amuseren. En dat is het. Limburg is dat aan het zelf aan kapot maken. Er zijn al zitzingen die geen zitzingen meer zijn, hoe de lui aan de statische moeten staan. Ja, dan vraag ik me af, moet dat nou zo? Leef Vastelovensprong, daar zijn we dan gearriveerd. We hebben stopgestangen op de autobahn omdat er een ongeluk gebeurd was. Dat kan gebeuren. Anders zelf er eerder zijn opgetreden. Wat moet van op naar zo'n geweldige ster wie. Wat? Wat hoe is een ongeluk gebeurd? Nee, hier niet, op de autobahn. Hij weet het weer. Ik heb altijd ook al politiek cabaret willen doen, hè? Wie zich stopt ze met buitenreden, hè? Ja. Dat is dit toch niet echt geworden? Nou, laat ik zo zeggen. Op momenten dat vier. De deur ging weer open. Maar op het moment dat vier door de kant verkregen, we hebben dus sleuteloverdrachten gedaan en zo. Ook in de hele en zo. Hebben we politiek cabaret gedaan. Maar men is daar toch een beetje bang voor. Men kniep hem daarvoor. Want wanneer ze over politiek het vroegst, dan zijn u niet trek open om zich te alle in en oud te vertellen. Dus die moest goed gezet worden. En dan is het de bedoeling dat je krijgt er ook weet van heeft. Dus we doen het wel nog joh, op bepaalde plekken. Wel, vanavond op ze neem het gewoon, dat voor andere informatie. Joh. Ja, maar goed, het blijft ook als je het wel doet, toch redelijk braaf en netjes toch? Ja, dat is vastelovend. Vastelovend is niet om u. Kapot te maken. Vriend en vijand, dus ook de lui worden vergeten, moeten met kunnen grinniken. Snap ze? Zien we dit ooit nog eens met keihard politiek cabaret? Nee, dat is niet voor de vastelovend bestemd. Nee, maar de boete? Os? Ja, als dat in de keer kind, dan willen we dat wel doen. Maar dat leed toch aan dicht al? Nou, toch, laten we zo aanspreken, voordat je afscheid nemen, ja, over een jaar of tig. Dan zullen we zorgen dat we nog eens een keer politiek moest toe gaan vooruit. Afgesproken? Dat is afgesproken, ja. Oké. Okay. Hoe lang gaan we door? Zolang plekken er nog 22 jaar aan vast is. Nou, zolang onze levenieren nog scheef, willen we proberen door te gaan. En zolang de lui leuk vinden. Ik heb gehoord dat het geen samen op bed goed, hè? Die uitgeslopen sleurt toch ook bij een of niet? Zeker. Zeker, daarom zijn we al goed geslopen. Een 4-persoons bed. Ik heb leuk te verpeer. Thank you.